Mijn naam is Annemarieke Graafmans en in 2016 heb ik de documentaire Roze Wolk gemaakt. Een film over postnatale depressie. Een depressie waar ik zelf te maken mee heb gehad toen mijn dochtertje werd geboren, Janne. Ik heb 2,5 jaar een depressie gehad ongeveer. En toen ontstond ook wel het idee om hier een film over te maken. De reden daarvoor is dat ik merkte dat er nog steeds een enorm taboe hing of hangt rondom postnatale, postpartum depressie. En die stilte wilde ik doorbreken. Ik heb me behoorlijk eenzaam gevoeld in die periode. En ik heb gelukkig een ontzettend lief gezin om me heen die mij heeft kunnen helpen en willen steunen. De film is gemaakt eigenlijk met 4 gezinnen die zich heel erg dapper hun gevoel durfden uiten. En dus durfden praten over hun periode waarin ze ook te maken hebben gekregen met een postnatale depressie. Ik ben ontzettend trots dat ze dat hebben durven en willen doen. Waar ik heel erg blij van ben geworden is dat de film is opgepikt door veel hulpverleners. Ze hebben de film gezien en ze hebben er ook daadwerkelijk wat mee gedaan. Toen ik te horen kreeg via Mind dat ik genomineerd was voor deze prijs, ja, dat was natuurlijk ontzettend bijzonder. Vooral omdat deze nominatie zoveel raakvlakken heeft met de reden waarom ik deze film heb willen maken. En dat is echt, kom uit je eenzaamheid en bespreek je klachten. Ik ben super trots op wat we bereikt hebben en ik vind het ongelooflijk gaaf dat we deze nominatie hebben gekregen. Je kunt op ons stemmen via wijzijnmind.nl. En als je de film nog een keer wil zien of je wil erover praten, kan dat altijd via mijn website annemariekegraafmans.nl. En stemmen.